Vandaag ben ik weer in Eilst en ik ben aan de Sudegoweg en ben onderweg naar nummer 20. En het is helemaal niet erg om naar binnen te gaan, want het is een fantastische herfstdag. Het is zon, afwisselend met regen en wind. En dit is een heel fijn huis om binnen te zijn. En hoe fijn het is, dat ga ik je natuurlijk laten zien. Dus ik zou zeggen, loop maar even met me mee. Geen gewone deur, maar een schuifdeur. Dat is weer eens wat anders. Ik vind het leuk. En ja, heerlijk hè, binnen zijn met dit weer. Ondanks het weer is het een hele fijne, lichte kamer. Het is hier behagelijk. En als je het nog wat warmer wil hebben, dan staat hier een houtkachel. Dus die kun je gewoon aansteken voor wat extra warmte. Wat ook goed is om te vertellen, er is nog steeds gas in het huis, maar ook een warmtepomp. Dus de verwarming gaat door middel van elektriciteit. Dus dat is heel milieuvriendelijk en goed voor je portemonnee. Moest je kijken wat een heerlijke grote woonkeuken, eetkeuken. Dit stuk is aangebouwd, geeft extra licht en heel veel ruimte. Achter deze deur is de garage. Maar hier, wat zou hier zijn? Een extra kamer. Je kunt hem gebruiken als studeerkamer. Als slaapkamer, als werkkamer, zeg het maar. Want wat hierachter zit, is nog een volledige badkamer. Hoe fijn is dat? Eerste verdieping, ruimte, kan niet anders zeggen. En mooi afgewerkt, je kunt er zo in. Slaapkamer, slaapkamer, badkamer, daar nog een slaapkamer en de trap naar boven. En wat daar te zien is, ja, daar gaan we zo meteen even naar kijken. En dan zijn we nu op de tweede verdieping. Twee kamers. Het is hier recentelijk helemaal opgeknapt. Dus je kunt ze zo in gebruik nemen. Je bent nieuwsgierig, snap ik. Dus ik zou zeggen, ga zelf maar even kijken. Dit vind ik leuk. Gewoon vanuit je huis, gewoon weer in je huis kunnen kijken. En ik sta hier natuurlijk in die aanbouw. En weet je wat zo mooi is? Hier zijn openslaande deuren. Maar waar jullie zijn, daar zijn ook openslaande deuren. En dat is heerlijk. Dus als het mooi weer is, kun je lekker alles openzetten. Nou, je ziet het wel. Het is vandaag flut. Het is prutsweer. Maar het is een heerlijk huis. Het omarmt je gewoon op zo'n dag als vandaag. Ben je nu nieuwsgierig geworden? Wil je komen kijken? Ja, dat snap ik helemaal. Dan bel je ons even voor een afspraak. Nou, en dan laten we het huis zien. Ik weet nog niet wie. Misschien heb je Klaas-Jan, misschien heb je Brecht. Maar dat zie je vanzelf. Tot ziens!